Ik wil het niet nog een keer. Ik wil niet nog een keer dit hele circus. En dan bedoelt hij schurft. Het kleine beestje onder je huid dat rondloopt, eitjes legt en heel veel jeuk veroorzaakt. Sinds eind 2021 is er een stijging in het aantal schurftgevallen. Gaat het echt over 4 keer meer. Dat was zo rond de 5 per 100.000 personen. En als je die lijn doortrekt, dan zitten we nu ongeveer op het niveau van tussen de 15 en 20. Sam liep er in totaal 10 maanden mee rond. Ik dacht eerst dat ik een droge huid had. Maar een vriendin van me die had het ook. En dat was wel een beetje toevallig, want wij sliepen in hetzelfde bed. Een soort van rode puntjes op je hand en dat soort dingen. Dus toen kwam langzaam wel van, ja, dit is volgens mij geen droge huid. Want ik was mezelf helemaal kapot aan het krabben. Mensen hebben echt heel veel jeuk. Een nachtrust kan daardoor worden verstoord. En het is heel, wat ze noemen, stigmatiserend. Als ik met vrienden aan het chillen was, was het wel gewoon... Sam moet daar op de plastic stoel die... We willen geen schurf van hem. Waarom het ineens stijgt, dat is volgens de Vries lastig te zeggen. Wat dan misschien opvalt is de COVID-pandemie. Misschien zijn er meer studenten weer naar de grote steden getrokken of de steden waar ze aan het studeren zijn. Je krijgt het door meer dan 15 minuten huid-op-huid contact te hebben met iemand die het al heeft. Het kan worden verholpen door crème of pillen die de beestjes onder je huid doden. Sowieso zie je dus waar mensen dicht op elkaar lopen, dat je ook makkelijker dit soort infectieziektes van elkaar overneemt. Dus dat zou zeker iets zijn wat met name de grote stad speelt. Als dan eentje toch nog heeft of toch weer de handdoek van hem in de badkamer ligt, die ligt weer op jouw bad of jouw handdoek. Het is best wel moeilijk om dat gescheiden te houden. De GGD is bezig met een nieuwe campagne waarbij het schurftspreekuur voor studenten wordt uitgebreid. In beeld krijgen van wie hebben het nou allemaal. En er wordt gewerkt aan een test om schurft beter te kunnen detecteren. De welbekende PCR-test. We nemen wat schilfers af en die schilfers kan je vervolgens in het lab verder behandelen. En daar kijken of het DNA van de schurfmeid in zit. Je wordt echt helemaal gekker van en paranoia. Dat is echt kut. Bent u hoopvol dat het daardoor minder vaak voorkomt of misschien de piek afneemt? Ja, je ziet toch vaak dat spontaan het weer verandert. Dus we hopen zeker om die curve weer naar beneden te krijgen en naar het oude peil.